Dat is 26 in je wethouderwet in Groningen? Nee, niet zo oud. 24. Jullie hebben een oud 22, 21 toen ik fractievoorzitter werd. Dus ook jong, maar ja. Nog iets ander kaliber fractievoorzitter dan jou jongen, maar geen wethouder. Volgens mij ben jij wel verantwoordelijk voor de autonomieheid in dit centrum. Ja, verantwoordelijk, maar moet je ook zien in die tijd. De jaren 60 was een periode waarin mensen auto's kregen, welvaart nam iets toe. Maar dat werd ook door het bestuur en door de deskundigen heel technocratisch gedacht. Meer auto's, dus grotere wegen, dingen oude buurten afbreken, ruimte maken in die stad. Laat licht en lucht die binnentreden. Met de gevolg was dat er weer een stad te verdwijnen. Met alle mensen en alles waarvan ze hielden. Dat hebben wij tot een politiek thema weten te maken. Waarin de burgers van Groningen die bouwen opkomen van de stad. Die hadden een stad lief, dat was hun huiskamer. En we zeiden kom op voor je huiskamer, wij gaan met elkaar dat behouden. En verbeteren en vernieuwen. Dat is nu nog steeds af en toe zo, hè? Dat is wel leuk. Dat je ziet dat Amsterdam en de Randstad heel vaak wordt gezien als de plek waar als eerste de nieuwe trends zijn. En op politiek vlak is Groningen ook nog eens een beetje een experimentele achtertuin van Nederland. Waar juist wel hele leuke experimenten plaatsvinden. Voortuin. Ja, voortuin zou je moeten noemen. Ja. Moet je realiseren. Je hebt het vaak over wat kan de politiek nu. En ach, die lui, dat weten die hoe dat hier bij ons in de buurt gaat. Maar we hebben als het ware die politiek in de publieke sector terugveroverd. Mm-hmm. En het probleem was alleen dat er was geen wet op de stadsvernieuwing. Er was überhaupt ook geen concreet plansysteem of financiering om dat te doen. Jan Schaefer werd in 1973 in het kabinet Den Uyl de nieuwe staatssecretaris. Wij liepen hier voorop met dat denken van we willen het behouden en vernieuwen. We hadden enorm de buurten georganiseerd om heel verschillende soorten plannen te maken. Dus ook allemaal niet van bovenaf, maar flink tussen de mensen. Ja. En Jan die was ook heel bereid dat proefstaanachtig te doen. Ook, en dat was dus voor de sociaaldemocratie ook wel wennen, want die waren ook gewend planmatig van bovenaf. Het was dus wel heel planmatig. Het was ook wel politiek en macht gebruikt om iets te bereiken wat tot dan niet haalbaar was geweest. Dat was ook de publieke sector, ook de respect voor de staat. Maar die was dan ook echt dienend voor die mensen. En ja. Daar is ons gelukt in 8 jaar tijd. Hebben we gewoon de hele stad eigenlijk gewoon beter te behouden. Toen jij je wethouder was, Max. Toen werd jij door de rechtse partijen, die 24-jarige snotneus genoemd, die alles al wist. Als ik het me goed herinner. Ben jij nu eigenlijk die 22-jarige Groningse snotneus in de gemeenteraad? Ja, ik ben het wel natuurlijk. Ik ben de jongste in de gemeenteraad. En dan, maar wat maakt je een snotneus? Nou, ik denk dat het verschil, wat uitmaakt is denk ik dat mensen op een gegeven moment moeten, dat weet je, mensen vinden echt van je bent jong en heb je nog wel een beetje kaas gegeten van waar je het over hebt. Dat is echt wel het beeld dat in eerste instantie bij mensen blijft hangen. Nee, maar je hebt er een voordeel van, de aandacht van, hè? Ja. Ik zie bij hem, er zijn heel veel mensen die ook in de stad positief reageren, hartstikke leuk dat die partij nou eindelijk weer eens even jong iemand heeft. Vind ik ook, ik geniet daar ook van. Want daarmee heb ik ook gevoel toekomst, hè? Voor die partij. En, ja. vooral voor de beweging en het denken van de sociaaldemocratie. Kijk wel eens een stukje documentaire terug of als je een foto terugziet. En dan zie je bijvoorbeeld jou of je ziet andere politici van het verleden echt zeg maar, voor zo'n zaal vol met mensen staan. Die dan, volgens mij uit alle boeken komen zoals jij het beschreef. En dat stukje, dat is een beetje een romantisch beeld van hoe ik heel graag zou willen dat de politiek weer is. Dat is natuurlijk de oude les van de politiek en volksvertegenwoordiger zijn. Je moet daar zijn waar de mensen zijn. Ja. Je moet niet in dat zaaltje zitten, maar tussen die mensen. Max, in het kort, ben jij trots op Julian? Ja, heb ik ook gezegd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Het komt uit mijn hart omdat ik heb hem op een paar plekken meegemaakt. Hij straalt de gretigheid uit, die ik van mezelf uit die tijd ook ken, om actief te willen zijn. De sociaaldemocratie heeft hij ergens van huis uit op een aantal manieren opgepikt. En dat voel je ook, dat is oprecht wat hij vindt. En vervolgens vindt hij het heel erg leuk, heeft hij de plezier om dat ambacht van politiek ook goed te doen. Nou, en dat doet hij ook goed. Dus ja, dan ben ik verrekte trots dat we hier weer iemand hebben
van zo'n jonge leeftijd. Die, en dan zie ik toch even mezelf weer terug. En dan ben ik wel ontroerd door, ja. Ja. Waar heb jij die sociale empathie vandaan? Waar? Dat is een goeie, ja, want op zich, mijn ouders zijn niet heel politiek aangelegd. Dus ze stemmen wel, maar zijn niet van huis uit ook niet per se PvdA. En ook niet dat ze er heel veel gesprekken over voeren aan de keukentafel thuis. Dus waar dat stukje PvdA vandaan komt, vind ik wel eens een lastige. Maar ik denk dat het wel te maken heeft met dat ik me heel snel thuis voelde bij de PvdA. Je hebt de jonge socialisten ook vrij actief gedaan. Ja, ja, bij de jongerenvereniging van de PvdA. Dat is hier wel een, daar hebben we gemeenschappelijkheid ook met vroeger. Ik werd hier ook actief, al ook bij een afdeling van de partij, toen ik er nog studeerde. Maar ik werd ook gelijk actief bij de jongeren. En dat heette toen allemaal anders, maar dat... Was dat in de federatie? Ja? Federatie, FVG, ja. Ja, ja. Maar ook daar had je al een aantal mensen die op later allemaal weer op allerlei posten in de partij zijn teruggekomen, die al behoorlijk van banden wisten en waardoor je ook een club van zeg 30, 40 mensen, jonge mensen had, die al ja, ook de lol hadden in bijvoorbeeld een heel goed debat organiseren over Noord-Nederland en wat is de toekomst. Ja. Jullie zijn allebei een beetje activisten in de politiek en dingen ontroeren jullie. Maar Groningers zijn niet zo explosief in die ontroering en die emotie. Of wel? Ik denk dat Groningers niet gelijk... ergens zitten ook bij Groningers wel emotie. We hebben natuurlijk een beetje het beeld van de stugge en de nuchtere Groninger. Dat heerst wel bij ons over Groningers ook als mensen uit de Randstad naar ons kijken, denk ik. Maar er zit wel degelijk emotie in. Alleen komt die misschien met minder woorden naar voren, denk ik. Bij die gaswinning, toen die klap kwam in Huizingen en die aardbevingen duidelijk werden. En het grove schandaal dat gewoon de Randstad en heel Nederland, en op een gegeven moment ook de politiek, gewoon niet bereid waren om te zeggen, we hebben daar ongeveer 500 miljard uitgehaald, euro, uit dat gebied, nu moet er ook een publieke verplichting zijn terug te betalen. Werd dat tot een schadekwestie teruggebracht, tot een verzekeringskwestie. Mensen moesten het zelf regelen, jarenlang nu al bezig. Toen heb ik gevoeld, ik moet die oude rol van activist weer nemen. Ja. Ik sta hier voor mijn mensen. En toen kon ik ook zonder hele probleem de emotie heel hard ten uitdrukking recht doen aan die Groningers. Het is een groot schandaal, tot op de dag van vandaag overigens. Ja. En ook de partij mag zich dat heel erg aantrekken. En de Sociaaldemocraten tot op hun laatste snik zullen gewoon hun best moeten doen die publieke zaak weer terug te brengen en het in de mensen hun handen te geven. Als je nou vraagt van wat is nou de opdracht van de sociaaldemocratie, als ik daar zelf over nadenk, dan denk ik dat die heel goed terugkomt eigenlijk hier in het voorbeeld van Groningen. Want als je het mij vraagt, denk ik van sociaaldemocratie hebben we echt de plicht om mensen een stukje veiligheid, bestaanszekerheid te bieden. En nou, dat ontbreekt bij heel veel Groningers. En tegelijkertijd, dat zit ook volgens mij in het DNA van een PvdA, dat je mensen ook een wenkend toekomstperspectief wil bieden. Hè? Je wil dat mensen zich, dat er vooruitgang is voor mensen, dat mensen zich ontwikkelen, dat mensen het gevoel hebben dat ze erop vooruit gaan. En die twee dingen, die gaan hand in hand met elkaar, en die ontbreken nu wel eens voor heel veel mensen in Groningen. En dan denk ik, dat is toch bij uitzicht iets wat we ons als PvdA moeten aantrekken. En eigenlijk nou, echt een van onze speerpunten zou moeten zijn dat we dat voor die Groningers gaan regelen. Lachen jullie ook vaak? Jawel. Ja, volgens mij wel hoor. Dat is ook zeker... jawel. Ik vind zelf niet dat ik in de politiek denk, er moet ook veel humor zijn. Hè? Want als je niet meer lacht in de politiek, dan wordt het al heel snel heel ellendig. Omdat er heel veel hele grote problemen zijn. Dus je moet wel een beetje het optimisme in je houden en ook gewoon blijven lachen. Als ik mezelf zie uit die tijd, kan ik ook geweldig lachen. Dus het is natuurlijk gewoon, op zichzelf is het altijd mooi om als je even terug gaat in de tijd, net als die foto's van de Beatles of van andere mensen, dan zie je in één keer een andere cultuur doorsneden. Als je jezelf nou een bijnaam had moeten geven, wat was dan die bijnaam geweest? Een Max van den Berg koptefeur. Dat koptefeur, dus een beetje dat gedrag van, we kunnen het, we doen het en we gaan ervoor. En dat is toch wel een stijl waarin ik geloof als je politiek ambacht doet. Als je dat niet hebt, dan zit je daar dan.
Wat bedoel je dan die stemmen van die mensen? Wat wil je dan veranderen? Hoe wil je het met die mensen doen? Je moet iets zijn van, kom op jongens. Kom te ver. Kom te ver. Ja. Nou, ik ben blij van. Ja. Leuk. Daar.